Gerritsen. En we staan in een Wezep wat de herfst laat zien op dit moment. Ja, Gert, je bent al een hele tijd betrokken bij Joint for Energy. Oftewel, jullie zetten je in voor de stofwisselingsziekte. Ja, jouw rol is de laatste jaren van deelnemer toch wat veranderd, of niet? Dat klopt. Ik ben nu ruim een jaar voorzitter van de club. En nou, dat vergt wel even een andere inzet. Maar goed, ik blijf ook nog wel even deelnemen trouwens. Hè. Dus vandaar dat we sportief blijven in ieder geval. Maar nu in ieder geval als voorzitter zorgen dat de club blijft marcheren. En dat de toekomst heeft, zeg maar. Ja, sport en goede doelen. Jullie weten dat op een uitstekende manier te combineren. Want jij bent in de afgelopen jaren zelf ook voor een prestatie richting de Mont Ventoux geweest. Ja, inmiddels 6 keer meegedaan aan de challenge en de Ventoux nog wel vaker beklommen. Dus nou ja, dat heeft wel hele mooie resultaten gegeven natuurlijk. Als ik daar weer over nadenk van 2012 met dit verhaal begonnen. Eigenlijk zonder dat we enige hoop hadden dat medicijnontwikkeling op korte termijn succes zou worden. En we zijn er nog niet, maar nou ja, we hebben in ieder geval mooie resultaten geboekt dat er nu op dit moment medicijnen getest worden op volwassenen. Dus nou, dat is een ongedachte resultaat wat dat betreft. Ja, sport en financiële bijdrage, dat zijn jullie aan het realiseren. Sportief dus je inspannen om iets financieel te bereiken. Ja, dan word je voorzitter en dan breekt er ineens ook een heel ander jaar aan. Ja, nou, het was sowieso wel wat vreemd. Hè? We hadden de 10e challenge, dat was een enorm succes met heel veel deelnemers. Met bijna 500.000 aan opbrengsten. En dan komt er een nieuwe club, een nieuw bestuur, een nieuwe werkgroep. Dat moet zich allemaal weer even zetten, dus dat was sowieso al wel even een uitdaging. En dan komt corona, ja, dat maakt opeens alles anders. En onze inzet is altijd wel heel sterk georiënteerd op deelname aan die challenge. Ja, en dan moet je opeens wat anders gaan doen. Even uithouden is er dan ook wel bij. Maar dan denken van, wat kunnen we gaan doen? Want ja, uiteindelijk dat doel is dat medicijn ontwikkelen. En corona of geen corona, daar is gewoon heel veel geld voor nodig. En dat blijft hard nodig. Dus dan ga je nadenken. Dus in juni hebben we in plaats van de challenge naar de Mont Ventoux, hebben we de alternatieve challenge gehad. En dat betekende dat iedereen, in coronatijd kun je geen gezamenlijke dingen doen. Dus iedereen een eigen challenge bedenkt waarmee die toch probeert wat geld binnen te halen. Ook probeert het gevoel van community, van we zijn een club, we zijn een familie, ook wat vast te houden. Dus dat is gebeurd afgelopen juni. Ja, dat geeft even een terugkijkje op dit coronajaar, terwijl we in oktober staan. Ja, maar binnen de stichting en in de samenwerking met anderen, ja, zijn ook wat veranderingen op komst? Ja, daar ben ik heel blij mee. Toen ik in contact kwam met Joint for Energy, dan ga je dingen doen. Maar dan ga je ook gaandeweg die wereld wat meer ontdekken. En dan zie je dat er best wel heel veel verschillende clubs zijn. En daar is allemaal redenen voor. Maar dat betekent ook wel, dan ben je niet samen sterk. Zoals de KWF staat voor de ziekte kanker. Ja, zo is dat niet voor stofwisselingsziekte. En dat maakt het enorm lastig om voldoende aandacht te genereren voor deze ziekte. Terwijl het ziekten zijn waar natuurlijk enorm veel kinderen aan overlijden. Ik waag mij niet aan hele straffe uitspraken. Maar stofwisselingsziekte is toch absoluut wel een van de grootste redenen waarom kinderen overlijden in Nederland. Daar is veel te weinig aandacht voor en dat heeft deels te maken met dat we niet samen spreken. Dus daar zijn ontwikkelingen voor. Prinses Laurentien die zet zich daar met haar Number 5 organisatie ook voor in. Om al die organisaties wat bij elkaar te brengen, om een gezamenlijke stem te laten horen. Ja, los van dat traject met Prinses Laurentien. Hebben wij als organisaties die met energiestofwisselingsziekte en ook nog wel wat verbonden organisaties gezegd. Wij gaan kijken of we ook in praktische zin dingen samen kunnen doen. Dus daar hebben we net vorige week zaterdag. Zaterdag was de dag van de krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekte. Hebben we een heel goed overleg gehad en hebben we allerlei praktische afspraken gemaakt hoe we dit jaar verder gaan richting volgend jaar.
Ja, goed nieuws, goed om dat te horen. Ja, naast al deze bestuurlijke activiteiten, Gert, kun je zelf ook nog sportief actief zijn? Nou, kunnen. Ik heb ooit eens op de tafel van de cardioloog gelegen en daar wil ik eigenlijk niet meer terug. Dus ik moet wel. Nou vind ik het trouwens ook hartstikke leuk. Dus dat blijven we gewoon doen, Dirk-Jan. Ook wetend van het perspectief dat er in juni nog een keer een bergje wacht. Hè? En misschien in september nog wel iets meer bergjes. Dat zou ook nog kunnen. Dus nee, maar dan... Ik heb allerlei redenen om het te doen. En ja, als ik er geen plezier aan had, dan deed ik het ook niet. Maar dat heb ik natuurlijk ook. Dus er wordt echt wel de nodige kilometers gemaakt. Hè. Ja, goed om te horen dat je dat op deze wijze kunt combineren. Ja, naast sportieve inzet zijn er ook andere acties waar jullie geld mee mogelijk maken of inzamelen. Ja, nou, persoonlijk heb ik de afgelopen maanden ontzettend veel energie gestoken in het fruit wat overal op de Noord-Veluwe groeit om dat te oogsten en dat te verkopen voor Joint for Energy. Nou, ik verwacht dat ik daar dit jaar ruim €2500 bij elkaar haal. Ja, zo zijn er allerlei acties natuurlijk denkbaar in deze coronatijd. Nou, we denken na over online bierproeverij natuurlijk, om dat toch maar op die manier in te gaan vullen. Maar ja, bedoel, zo denken we na over allerlei acties. Nou ja, de oliebollenactie, van hoe kan je die nou een beetje coronaproef inrichten. En zo zijn we met allerlei dingen bezig om te zorgen dat we toch ook in coronatijd de middelen binnenkrijgen die we graag binnen willen hebben voor het goede doel. Ja, Gert, er zijn natuurlijk mensen die dit horen en zien. Hoe kunnen zij, als ze betrokken willen zijn, zich gaan inspannen of wat doen? Waar kunnen zij de juiste informatie vinden? Nou, op de site van de website van Joint for Energy natuurlijk, of op de Facebookpagina. Daarnaast op mijn persoonlijke Facebookpagina is wel het nodige te vinden. Ja, op die manier een beetje, Dirk-Jan. Ja, mooi om dat te horen. Ook knap dat jullie in coronatijd zo snel zijn ingespeeld op toch wel individuele challenges te organiseren die ook succesvol verlopen zijn. Ik hoorde je al voorzichtig over 2021. Dan hopen jullie, als het weer toelaat, de Mont Ventoux weer te bestijgen. Ja, daar gaan we absoluut voor. De afgelopen weken was natuurlijk wel weer even een domper. In september hadden we de inschrijving geopend en nou, ook een beetje met het idee van, nou ja, dat kan wel het nodige. Nou ja, dan komt dit even en dan dat is wel weer even een periode van, wat gebeurt ons? Maar we hebben de afgelopen weken hebben we het nodige overleg gehad en we gaan er vol voor. Daar hebben we allerlei redenen voor. Omdat we niet willen stoppen met dat medicijnonderzoek. Hè. Daar is gewoon hard geld voor nodig. Dus wij geloven erin. En ik gebruik altijd maar een beetje dat beeld van die boer. Die boer, ja, ik bedoel, die gaat nu die akker bewerken. Want hij weet, er komt een winter. En die duurt misschien nog wel tot april. Maar na de winter is er weer gelegenheid om dingen te laten groeien. Ja, zo kijken wij er ook een beetje naar. Na de coronawinter. En we hebben echt geen idee hoe lang dat nog gaat duren. Maar dan komen de mogelijkheden om weer iets te doen. We maken het evenement zo coronaproof mogelijk. Bieden deelnemers de mogelijkheid om het geld terug te krijgen als de challenge onverhoopt toch niet moet doorgaan. Maar goed, ik heb er vol vertrouwen in. Wij hebben er vol vertrouwen in. We gaan er keihard in om er iets moois van te maken. Ja, Gert, bedankt. En in 2020, we begonnen zo knallend met het muziekfeest in Heerde, ja of niet? Ja, dat was geweldig. Nee, wat dat betreft, allerlei mensen zeggen, doe 2020 maar weg. Nou, dat zeg ik niet. Want dat was bijvoorbeeld een mooi festijn. We hebben natuurlijk een geweldige collectoropbrengst gehad in Wezep. Dus allerlei mooie dingen. En ook als ik kijk van wat er bijvoorbeeld met die alternatieve challenges is gebeurd. Dat allerlei mensen betrokken zijn geraakt bij Joint for Energy. Die zich een hele mooie manier hebben ingezet. Daar kijk ik op een hele mooie manier op terug. Dus ondanks alle sores ook heel veel goede dingen. Gert Gerritsen, bedankt hier in Wezep. In zijn eigen Wezep. En 2020, een jaar met een bijzonder randje. Maar je hoort ook wel tevredenheid van de voorzitter van Joint for Energy. En nog heel veel plannen ook voor de komende jaren. Gert, bedankt en succes.